Het omslagpunt van eenmanszaak naar besloten vennootschap. Dat is een vraag die ik heel veel krijg. En natuurlijk gaat het niet alleen over de fiscale voordelen van een besloten vennootschap ten opzichte van een eenmanszaak. Want er zijn nog tal van andere redenen om te kiezen voor een BV. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid en het spreiden van risico's. Maar in deze video ga ik met name stilstaan bij wat je nodig hebt om deze berekening voor je eigen onderneming te maken. Om te kijken waar dat kantelpunt ligt ten aanzien van wat is fiscaal voordeliger een eenmanszaak of een BV. Wat heb je nu nodig om deze berekening voor je eigen onderneming te maken? Allereerst de winst uit onderneming voor belasting. Deze kun je heel eenvoudig uit je eigen administratie halen. Ik gebruik daar bijvoorbeeld zelf eboekhouden.nl voor, al jaren heel erg tevreden. Wil je daar zelf ook gebruik van maken, dan kun je 15 maanden gratis krijgen als je even op de link klikt. Een volgende ding wat je nodig hebt is je salaris als DGA in de BV. Je komt namelijk als ondernemer met als directeur groot aandeelhouder in dienst bij je eigen BV. En dat noemen we DGA. Daarbij krijg je dus een eigen salaris. Dat salaris wordt gesteld op basis van een aantal criteria. Je moet bijvoorbeeld evenveel verdienen als je best betaalde medewerker. Het moet marktconform zijn en het is minimaal 48.000 euro. In het voorbeeld zul je dadelijk zien dat ik rekening houden met dit minimale DGA-salaris van 48.000 euro. Dan zijn er nog extra kosten van een BV. Dit is een inschatting die je moet maken, want je hebt natuurlijk te maken met extra kosten wanneer je overgaat van een eenmanszaak naar een BV. En dan hebben we het niet zozeer over de eenmalige kosten, want op het moment dat je overgaat heb je bijvoorbeeld notariskosten, omdat er actes opgesteld moeten worden. Maar dan heb ik het bijvoorbeeld over extra kosten, administratiekosten voor bijvoorbeeld je accountant of boekhouder, want als BV moet je jaarlijks een jaarrekening opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. En daar zit wel iets meer werk aan dan wat je op dit moment doet voor je aangifte inkomstenbelasting met een eenmanszaak. Ook moet je daarnaast je aangifte VPB, vennootschapsbelasting, doen. Of laten doen door een accountant of boekhouder. En daar zitten dan ook weer extra kosten aan. Vaak zie je ook nog eens dat je te maken hebt met twee BV's. Dus een holding en een werkmaatschappij. Waardoor je dus twee keer een jaarrekening moet laten opstellen en deponeren. En twee keer de aangifte vennootschapsbelasting op het moment dat je geen fiscale eenheid hebt. Hou daar dus goed rekening mee. Ik heb deze kosten voor dit voorbeeld ingeschat op 6.000 euro per jaar. Daarnaast moet je aangeven of je recht hebt op zelfstandige aftrek op het moment dat je voldoet aan het urencriterium in de inkomstenbelasting. En eventueel of je nog recht hebt op startersaftrek. En dat is natuurlijk, mag je 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar. En met deze gegevens kunnen we vervolgens een berekening maken ten aanzien van wat hou ik nu fiscaal over aan het eind van het jaar op het moment dat ik een eenmanszaak heb met een bepaalde winst uit onderneming. En wat hou ik nu over wanneer ik een BV heb als ik met dezelfde winst voor belasting ga rekenen. Ik ga zo meteen rekenen met een winst uit onderneming van 100.000 euro. Dit wordt vaak als leidraad gebruikt om te zeggen van nou dat is toch wel het kantelpunt. En ik ga je laten zien hoeveel je dan netto gaat overhouden bij zowel een eenmanszaak als een BV. Bij een eenmanszaak hebben we een winst uit onderneming van 100.000 euro. Nou, om te kijken hoeveel belasting je daarover moet betalen in de inkomstenbelasting, dan halen we daar eerst de zelfstandige aftrek vanaf 6310 euro. En de MKB winstvrijstelling van 14%, dat is in dit geval 13.117 euro. Het belastbaar inkomen in box 1 is daarmee 80.573 euro. Daar betalen we belasting over, dat is in dit geval 31.256 euro. En daar betalen we ook nog inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 3283 euro aan over. Dan krijgen we nog heffingskortingen van 548 euro. En we hebben een tariefsaanpassing in box 1 omdat we tegen het maximum aanzitten, dat is 1845 euro. Het netto inkomen bij winst uit onderneming in een eenmanszaak is daarmee 64.164 euro. Gaan we nu met dezelfde winst uit onderneming werken in een BV, dan moet daar allereerst nog het salaris van de DGA vanaf, dus van jezelf. Dat is 48.000 euro in dit voorbeeld. In dit voorbeeld waren de extra kosten voor de BV, zoals gezegd, 6.000 euro. De winst van de BV komt daarmee voor VPB op 46.000 euro. Daar moeten we vennootschapsbelasting over betalen en dus geen inkomstenbelasting meer. Dat is 6.900 euro. Dan betalen we nog dividendbelasting in box 2, omdat we ook dividend gaan uitkeren. Dat is 10.518 euro. De winst in privé is daarmee 28.582 euro. Dan gaan we kijken hoeveel je nu echt overhoudt, dus wat je netto inkomen is. Als DGA krijg je dus 48.000 euro. Daar betaal je belasting over in box 1, 17.793 euro. En
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW is in dit geval 2640 euro. Heffingskortingen gaan er dan weer van af, dat is 4881 euro. En we krijgen natuurlijk nog die dividenduitkering van 28582 euro, waardoor je netto inkomen op 61030 euro uitkomt. Als je nu die twee netto inkomens met elkaar vergelijkt, zie je dat daar een verschil in zit van ongeveer 3000 euro netto. Er zitten wel een aantal haken en ogen aan in deze berekening. Denk bijvoorbeeld aan de dividenduitkering. Je kunt er ook voor kiezen om het geld niet extra naar jezelf uit te keren, maar in je onderneming te laten zitten. Bijvoorbeeld om daar een grotere buffer op te bouwen of omdat je een investering van plan bent om te gaan doen. En in dat geval heb je dus niet te maken met een extra dividenduitkering en dus extra dividendbelasting. Dat zijn allemaal dingen om even rekening mee te houden voor deze berekening. Ik hoop dat dit een beetje een beeld geeft bij wat je allemaal mee moet nemen voor een dergelijke berekening, hoe je die berekening dus zelf kunt maken, zodat je ervoor kunt zorgen dat je zelf weet van nou, wanneer is het nu voor mij voordelig om in ieder geval op fiscale gronden over te gaan vanuit een eenmanszaak naar een besloten vennootschap. Zijn er nu dingen waarvan je denkt, hé, die wil ik graag meenemen? Laat ze me dan even weten in de comments, dan kan ik daar volgende keer verder op ingaan. Vergeet ook vooral niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, want dan krijg je iedere keer nieuwe video's over finance.